Oh, maar dat is toch met vloeken? Dat doe jij helemaal niet, hè? Hoe kan het dan dat je dat hebt? Julia is 17. Ze weet al sinds haar zevende dat ze het syndroom van Gilles de la Tourette heeft, kortweg Tourette. Ergens in de hersenen gaat er dan iets mis met de verwerking van signalen en je krijgt dan tics, vaak de hele dag door. Het is niet alleen vloeken, hè? Dat is maar 15% van de Tourette's ongeveer, die hebben dat. En zo zijn er heel veel verschillende tics. Bij mij is het dan vooral oogknipperen, maar ik heb ook periodes dat ik heel veel met mijn nek tics heb. Zo. En spieren aanspannen, dus ja, dat zijn het, elke Tourette is ook anders. Nu is Julia het gezicht van de campagne van Stichting Tourette. Ze wil aan iedereen laten zien wat Tourette echt is. De tics, maar ook de onzichtbare kant, die behoorlijk heftig kan zijn. Ik heb alles zelf verzonnen en ook de heftigheid zat er natuurlijk al in. Ik vind dat wel moeilijk om jezelf zo kwetsbaar op te stellen. Maar ik vind het ook heel belangrijk dat het een keer wordt gedaan. Zodat de rest weet van oké, het zit wel wat anders in elkaar dan hoe het lijkt. En daarom ook juist ook niet wat jij ziet. Want dan zie je dus niet, ja, het ziet anders dan wat jij ziet. Er zit meer achter. De afgelopen maanden heeft Julia keihard gewerkt aan de campagne. Samen met Laura Beljaars van de Stichting Tourette. Of iets bij te zetten, maar dan vind ik het raar als ik dat schrijf. Ja. Dus het is altijd een beetje moeilijk omdat mensen gewoon niet weten wat Tourette is. En de crux zit hem een beetje erin dat op het moment dat er meer begrip is, dat de tics ook minder worden. Dus het zou gewoon heel fijn zijn als mensen gewoon wat meer informatie erover weten. Gewoon wat meer weten wat Tourette is of kan zijn. En er gewoon wat meer begrip voor tonen. En mensen gewoon laten doen en laten zijn wie ze zijn. En dat zorgt gewoon ook al voor veel minder symptomen. Woensdag 7 juni is het Europese Dag van Tourette. En dan gaat de campagne echt van start. En kan iedereen een beetje meekijken in het hoofd van Julia. Ik wil dit niet. Ik wil weg, dicht Julia. Maar haar Tourette is er altijd. En dat heeft ook flinke psychische gevolgen. Angst, somberheid, heel veel schaamte heb ik. Ik ben heel bang om mijn tics te laten zien en daardoor onderdruk ik het ook heel veel. Het is gewoon best wel heftig af en toe. Ja. Bij Laura en bij Julia vallen de tics helemaal niet zo op. Met hulp van therapie kan je leren om tics enigszins te onderdrukken. Maar de Tourette staat nooit stil. Inderdaad, ik span continu overal, ook in mijn vingers en mijn armen en mijn benen, wel af en toe een spier aan. Dus het is gewoon een 24/7 workout. En dat is gewoon heel erg vermoeiend en heel pijnlijk vaak. Dus het is niet per definitie zo dat als je niks ziet, dat het dan ook niet, dat er dan nog niks aan de hand is. Zoals nu, dan wordt het eventjes te erg en dan moet je gewoon alles eventjes door laten gaan, ja. Ja, en dat is dan ook omdat we het er nu over hebben. Ja, dan wordt het vaak wel getriggerd, ja. En ook als ik andere mensen zie tikken, dan wordt het bij mij ook automatisch erger. En dan heb ik ook de neiging om mee te tikken. Tourette wordt vaak wat heftiger in de puberteit. Ook bij Julia. Ze kreeg last van dwanggedachten, angsten en depressies. En moest daardoor zelfs stoppen met haar opleiding. Nu volgt ze intensieve therapie om te leren omgaan met Tourette. Ik zat echt in de periode dat het niet goed ging met mij. Heel veel op de bank thuis, ik deed niks. Ik sliep veel omdat ik gewoon de werkelijkheid eigenlijk wilde vermijden. Ik wilde de rest ook vermijden. Maar nu ik het leer te accepteren, wordt het wel steeds minder. Dus het wordt een minder groot deel van mijn leven. En ik leer ook steeds meer de positieve kanten te zien. En ook dat ik niet alleen de trap ben, maar veel meer dan dat. Want Julia is in de eerste plaats gewoon Julia. Een intelligent, creatief en optimistisch meisje. Ze dicht, ze schildert en fotografeert. Nu ben ik veel positiever, sta ik in het leven. En, ik spreek meer af met vrienden. Ik denk dat ik wel in ieder geval een stuk positiever ben, ja. Met deze campagne hopen Laura, Julia en alle andere Touretters op meer goede media-aandacht voor Tourette. Het middel is nog niet gevonden, nee. En daarom is dat begrip ook zo belangrijk, dat... Als iedereen de hele tijd je aanstaart en denkt dat je raar bent, dan ga je dat van jezelf ook denken. En dan is het heel moeilijk om het te leren accepteren op een gegeven moment. En terwijl dat eigenlijk de enige manier is om er echt mee om te gaan. Dus het is vooral heel erg belangrijk dat je met jezelf leert leven.
Julia kan het inmiddels steeds beter, leven met Tourette. Ook het bedenken van deze campagne helpt haar daarmee. Ik kon eigenlijk niet altijd trots op mezelf zijn, maar dit is wel echt ook denk ik, ja, ik heb het toch gedaan. Het is toch, ja, ik heb toch wat positiefs uit mijn Tourette ook kunnen halen.